Works, for Life for Work. De arbeidsovereenkomst. Het is een begrip dat in vele ondernemingen meermaals ter sprake komt en vanzelfsprekend lijkt. In eerste opzicht, een begrip dat we denken te kennen. Toch loont het de moeite nog eens de belangrijkste principes uiteen te zetten. Daarnaast heb je ook een heel aantal speciale arbeidsovereenkomsten, waar los van de basisprincipes een aantal extra voorwaarden aan gekoppeld zijn. Denk aan een studentenovereenkomst of een vervangingsovereenkomst. En wat mag je allemaal opnemen in een arbeidsovereenkomst? Moet je bepaalde spelregels naleven of ben je volledig vrij om overeen te komen wat je zelf wil? In deze webinars focussen we op de gewone arbeidsovereenkomsten, de bijzondere en de inhoudelijke en vormelijke vereisten. Wat staat er op het programma? In het webinar rond de gewone arbeidsovereenkomst zoomen we in op de definitie van de arbeidsovereenkomst. Nadien gaan we in op het onderscheid naar duur, namelijk onbepaalde versus bepaalde duurcontracten. Het onderscheid naar aarde komt aan bod, namelijk gaat het over een arbeider of een bediende en naar omvang is het een voltijds- of een deeltijdscontract. Vervolgens kom je meer te weten over enkele bijzondere arbeidsovereenkomsten, zoals vervangingscontracten of studentencontracten of uitzendcontracten enzovoort. In het derde webinar vertel ik je meer over enkele inhoudelijke vereisten zoals de taalwetgeving die moet worden nageleefd. We gaan ook dieper in op het scholingsbeding en het concurrentiebeding, als ook op de hiërarchie van de rechtsbronnen. Er zijn ook enkele zaken die je absoluut niet mag opnemen in een arbeidsovereenkomst, ook die komen aan bod. Life for work as they works once for life for work as they works once for life for work. As they works for life for work.